Maandag 18 november, dit is U Vandaag. Klasgenootjes diep bedroefd over uitzetting van Dennis. Omwonenden zijn sluipverkeer tussen Houten en Odijk zat. En Utrechters volop in actie voor Giro 555. Deze Filipijnse uit Veenendaal is heel erg bezorgd over haar familie. Goedenavond. De 8-jarige Dennis, die nu nog lekker voetbalt bij PVC in Utrecht, wordt binnenkort mogelijk uitgezet naar Oost-Afrika. En dat terwijl hij hier is geboren en opgegroeid. Verslaggever Floris Sprenger staat langs de lijn. Floris, zijn klas is er kapot van. Ja, die zijn er kapot van. De 8-jarige Dennis is achter mij druk bezig met zijn voetbaltraining. En als het aan de immigratiedienst ligt, is dat voorlopig zijn laatste. Straks meer. Tot zo, Floris. Eerst ander nieuws van vandaag. Burgemeester Kool van Veenendaal heeft weer een zaak tegen een pedoseksueel verloren. Hij wilde een gebiedsverbod opleggen aan een man die wordt verdacht van ontucht met zijn buurmeisje. Maar de rechter stak er een stokje voor. Eerder mocht Kool ook al geen gedragsregels opleggen aan een andere pedoseksueel die zijn straf al had uitgezeten. 9 krakers van het UBK-gebouw in Utrecht zijn in hoger beroep veroordeeld tot 1 maand cel. Justitie had 2 maanden cel geëist. Wel krijgen de krakers nu ook nog een taakstraf van 120 uur. De krakers waren betrokken bij de rellen tijdens de ontruiming van het pand in mei. De politie werd toen bekogeld met verfbommen en vuurwerk. Binnen was veel schade aangericht. De renovatieplannen voor de vervallen smederij in Lagevuurse zijn van de baan. Het gebouw staat al jaren leeg en er ligt een plan om het pand op te knappen. Maar een aantal bewoners is nog steeds niet tevreden en dreigt naar de rechter te stappen. De architect zit niet te wachten op een ellenlange juridische procedure en vindt dat hij zijn plannen vaak genoeg al heeft aangepast. Inwoners van Elst zijn het handigst in het kopen en verkopen via internet. De plaats is door Marktplaats uitgeroepen tot handelshoofdstad van onze provincie. Bijna 1/4 van de inwoners kocht of verkocht iets via de bekende website. Handelshoofdstad van het hele land is het Friese Twijzelerheide. De leerlingen van de Dominicusschool in Utrecht zijn woedend over wat hun schoolgenootje Dennis te wachten staat. De 8-jarige jongen is geboren en getogen in Nederland, maar wordt mogelijk het land uitgezet. Hij moet naar Oost-Afrika, waar zijn ouders vandaan komen. Verslaggever Floris Sprenger staat bij voetbalclub PVC in Utrecht, waar Dennis op dit moment aan het trainen is. Floris, waarom moet Dennis weg? Ja, de reden die is als volgt. Dennis is 8 jaar oud, zit hier op school in Utrecht, woont in het AZC en heeft vrijdag een brief gekregen dat hij, zijn moeder en zijn zusje naar Friesland moeten om daar op uitzetting te wachten. Nou, dat nieuws is natuurlijk hard aangekomen bij de familie. De moeder van Dennis die is uitgeprocedeerd en er loopt nog een bezwaarschrift voor Dennis, want die kan nog aanspraak maken op een kinderpardon. Nou, in afwachting daarvan moet ze al wel vast naar het uitzetcentrum in Friesland. Ja, en dat nieuws kwam vanochtend heel hard aan op zijn school. Dat ik niet verrust. Groot verdriet in groep 5 van de Dominicusschool in Utrecht. Daar heeft klasgenoot Dennis gehoord dat hij weg moet uit Nederland. De 8-jarige Dennis moet door zijn gedwongen vertrek een boel dingen missen. Voetballen, zwemmen, spelen met mijn vrienden. Juf Muriel heeft het druk met het troosten van haar klasje. Vanochtend moest ze aan alle kinderen het verdrietige nieuws vertellen. Vooral de plotselinge bericht van overmorgen al, dat raakt de kinderen heel erg. De beste vriend van Dennis, Martin, is ontroostbaar. Hij snapt er helemaal niets van en kan eigenlijk niet zonder zijn vriend. Nou, ik vind het echt heel jammer dat hij weggaat. Wat vind je er zo jammer aan? Nou, hij zit bij mij in het voetbalteam en hij is mijn beste vriend. Het verdriet van de kinderen raakt ook de ouders op school. De moeder van Martin is direct na het nieuws een website gestart om aandacht te vragen voor de situatie van Dennis, zijn moeder en zijn zusje. Kinderen kiezen er niet voor waar ze wonen. Dat zijn volwassenen om hun heen. Maar het ging om de kinderen. Die zijn hier geworteld. Die zouden hier moeten mogen blijven. Zij kennen alleen Nederland. Ze kennen alleen Nederlands. Ze hebben hier vriendjes. Ze gaan hier naar school. Alles, hun leven is hier, hun toekomst is hier. De aanstaande verhuizing van Dennis laat niet alleen in de klas hun sporen na. Dennis moet blijven! Ook de voetbalclub waar de jongens spelen moet het na woensdag doen zonder topscorer Dennis. Afgelopen zaterdag zaten de jongens op de achterbank nog te kwebbelen over de volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen de koploper spelen. Maar de volgende wedstrijd is Dennis niet meer bij volgende week zaterdag. Hij kan nog net na 1 training, dat is het. Dennis wordt door zijn klasgenootjes aan alle kanten getroost. Ze zijn even niet bezig met Sinterklaas. Alle aandacht gaat naar Dennis. En die heeft maar 1 wens. Dat ik mag blijven.
En dat ik niet teruggestuurd naar mijn eigen land. Ja, groot verdriet dus ook bij Dennis. Floris, hij moet dus het land uit. Is er nou echt geen laatste redmiddel voor hem? Nou, zoals ik zei, er loopt nog een procedure om aanspraak te kunnen maken op dat kinderpardon. Vlak voor de uitzending sprak ik met de advocaat van de familie van Dennis. Ja, en die zei dat er in ieder geval uitstel komt voor Dennis en zijn gezin. Dat betekent dat hij niet woensdag hoeft te verhuizen, maar dat ze de tijd hebben om tot 30 november nog in Utrecht te blijven. In de tussentijd kijkt de immigratiedienst nogmaals naar het verzoek van Dennis. Nou, dat is dus nog een kleine kans. Het is dus eigenlijk het verhaal van één jongen dat nu een gezicht heeft gekregen. Maar bij hoeveel kinderen speelt dit nog meer? Ja, Dennis is niet de enige. Er zijn ongeveer 300 kinderen in Nederland die in hetzelfde schuitje zitten als Dennis. Ja, en dat lot wordt vooral ook aangetrokken door Tweede Kamerleden. Onder meer van de ChristenUnie door Joël Voor de Wind. Hij maakt zich sterk voor het lot van deze groep. Hij heeft daarom ook staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie gevraagd nogmaals naar deze zaak te kijken. Ook is er dus een petitie gestart. Ja, en die is ontzettend populair. Sinds de lancering dit weekend hebben daar al meer dan 3000 mensen hun steun betuigd aan Dennis. En de site lag zelfs vanmiddag even plat. Dankjewel, Floris Sprenger vanuit Utrecht. Ook in onze regio spannen heel veel mensen zich in om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor Giro 555. Ook de Filipijnse Melanie Bato uit Veenendaal volgt die actie op de voet. De 24-jarige Melanie is pas kort in Nederland. Vlak voor de ramp kwam ze hier om te studeren. Maar ze zou nu het liefst teruggaan om haar landgenoten en haar familie en vrienden te helpen. Dat doet ze nu door haar verhaal te vertellen. Hi. Hello, kambal. Kamusta? Melanie Bato heeft dagelijks contact met familie en vrienden op de Filipijnen. Haar eigen familie heeft de ramp goed doorstaan. Maar veel vrienden missen nog steeds familieleden. Gelukkig is er af en toe ook goed nieuws. She told about her cousin that survived 3 days. They don't know where she is, but now she's a survivor. Melanie is opgegroeid in de sloppenwijken van Manila. Dankzij geld uit Nederland heeft ze een opleiding kunnen doen en nu is ze hier om een jaar te studeren. Maar door de tyfoon voelt het nu allemaal anders. If only I have a magic door. I want to step out and go there and help because in the Philippines I'm a nurse and I'm helping in World Vision and they are calling for a lot of volunteers but I can't do anything. Pero hanggang ngayon, may mga residenteng dumadaing ng gutok, may mga karato na... Toch zit Melanie niet stil. Gisteren vertelde ze haar verhaal in twee kerken en vroeg ze om hulp en gebed. I saw a lot of Dutch people who have the heart to help. And yesterday it touches me so much. When I saw from the eyes of Dutch people the warmth of helping. And for me, being the representative of Filipinos and being here as a Filipino, I'm really thankful and grateful from it. En ook voor de vrienden op de Filipijnen is het een opsteker dat Nederland meehelpt. Thank you very much. You're welcome. Salamat kambal. Salamat sa video. Bye-bye. Bye-bye. En zometeen in de vandaag nog veel meer acties voor Giro 555. En straks ook deze sluiproute gaat nog voor ongelukken zorgen. En Rabo-klanten komen verhaal halen na het Libor-schandaal. Het is maandag, dat betekent dat René van den Berg er is met het laatste nieuws over de sport. Welkom. Ja, welkom René. Ja. FC Utrecht hoefde afgelopen weekend niet te spelen. Nee. En dat was misschien maar goed ook met die zieke boeg die ze nou hebben. Nou ja, dus die zijn volgende week nog niet bij. Dus nee. Jan Wouters hoopt vanavond toch wat te kunnen mededelen rondom spelers die terug aan het komen zijn. We denken aan Sirota, we denken aan Duplan. Maar vanavond hebben we de kans gekregen om Jan Wouters eens nader aan de mensen voor te stellen. En we laten Jan zien op een wijze zoals niet veel supporters en ook kijkers van tv hem kennen. Kijk maar eens. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to mess up. Ja, hij is heel erg gepassioneerd. Hoe hij als speler was in het veld, hè. Hoe rustig. Maar hij kan heel erg gepassioneerd inderdaad te werk gaan. Wat is typisch Jan Wouters humor?
heel droog uit de hoek komen, vanuit het niks. Eigenlijk als je het niet verwacht, in één keer toch ergens de humor in zien. En heel scherp, ontzettend scherp. Misschien dat jij weet welk liedje dit is. Is dat Sabrina Starke? Nee. Wat is het? Weet je wie het is? Nee. Het is Jessie J. Oh, die van de tag. Ja, en Jan Wouters legt uit waarom hij het nummer van Jessie J eronder wilde hebben. Dus het is een heel apart verhaal vanavond. Hij heeft zelf met Aleta is die in discussie gegaan. Hij heeft gezegd van ja, als je dan toch een liedje gebruikt, moet je dit gebruiken. Want, okay, dat gaat hij straks we uitleggen. Ik ben heel nieuwsgierig. Nou. Nee, dat is ook zo. Jouw programma is letterlijk namen en rugnummers. Mm-hmm. Wat moeten ze gaan doen om van die 13e plaats omhoog te komen? Stijgen. Dank je. Graag volgende vraag. Nee, even serieus. Ja. Nee, luister, Utrecht heeft gewoon één groot probleem. En dat is dat die ziekenboeg zo vol is. En dat de basis van de selectie zo smal is. Dus de vervangers die komen voor de jongens die geblesseerd zijn geraakt, die zijn niet zo goed als degene die geblesseerd zijn geraakt. En ja, Utrecht heeft weliswaar 7 miljoen verlies geleden, maar heeft ook heel veel spelers verkocht. Heeft spelers laten gaan. En dat los je niet op. En daar zitten we nu mee voor op de bladen. Oké, okay. Nou goed, het wordt werk om eruit te komen. Maar ook nog een briljant voetbalmoment in ons leven gezien? Afgelopen. Ja. Heb je hem gezien? Oh. Ja, laten we hem nog een keer zien. We hebben hem al 100.000 keer gezien. Maar we laten hem nog 1 keer zien. Dit is hem. Dit is de wedstrijd tussen Capelle en IJsselmeervogels. En de bal wordt uiteindelijk weggekopt. En kijk, daar gaat de man met de gele schoenen, Mike van der Laar. En het is 1,75 meter. Er zijn gokkers die zeggen 75 meter en 30 centimeter. Maar hij gaat er wel in. Geweldig. Die jongen wordt getraind door Gert Kruis. En we zijn er vanavond achter gekomen dat Gert Kruis helemaal niet zo ver kan schieten. Dus van wie heeft hij dat geleerd? Van dat talent. Dankjewel. Ja, zometeen weer. René van den Berg. De aanleg van een nieuwe aansluiting op de A12 bij Houten moet ervoor zorgen dat automobilisten vlotter de snelweg op kunnen. Maar veel inwoners van Houten en Odijk zijn er niet blij mee. Nee. De smalle provinciale weg tussen die plaatsen wordt namelijk steeds vaker gebruikt als sluiproute. Automobilisten proberen zo die drukke A12 te omzeilen. En volgens omwonenden is het wachten op ongelukken. Nou ja, oeh. En weer gaat het bijna mis. Ik schrok even. Want die auto die ging die inhalen terwijl die naar links toe gaat. En dat is mijn partner. Dus ik wilde niet dat die overhoop gereden werd. Maar goed. Bewoners zijn het zat dat de provinciale weg N410 wordt gebruikt als sluiproute. Het belangrijkste probleem wat hier speelt is dat sinds Houten is gegroeid, er ook heel veel verkeer van mensen die in Arnhem werken of in Amersfoort werken of in Zeist of nog verder weg. He, dus naar het oosten van het land toe, dat die via deze route op de snelweg moeten komen. Elke dag razen gemiddeld 5000 auto's over deze weg. Het gaat om de smalle provinciale verbinding tussen Houten en Odijk. Vaak nemen automobilisten deze weg om bijvoorbeeld de drukke A12 te mijden. Bewoners langs deze weg voeren actie. We hebben een bord onthuld aan het begin van de route, zowel aan binnen- als Houtense kant. N410 wordt autoluw, want dat is wat we in feite willen. Op de hele route staan inmiddels protestborden. Ook is contact gezocht met beide gemeenten en die staan achter de bewoners. Het is al van ouds natuurlijk een verbindingsweg, ook richting wijkbeduursteden en andere steden, maar het is een lokale weg en het kan nooit de bedoeling zijn dat dit een snelweg wordt vanuit Houten naar de A12. Er is ook contact gezocht met de provincie en gedeputeerde Van Lunteren heeft beloofd naar de situatie te kijken. Wethouder Van Dalen denkt dat er een nieuwe weg kan worden aangelegd voor verkeer richting de A12. Je moet op de tekentafel even kijken waar het zou kunnen. Voor de hand ligt om te kijken naar de parallelweg langs de A12. Maar of dat nogmaals of dat ook uit kan financieel en ruimtelijk en natuur, dat weet ik zo niet. Maar dat gaan we heel binnenkort van de gedeputeerden horen. De bewoners zijn blij dat er gezocht wordt naar een oplossing. Ze hopen dat er nog voor de kerst een besluit wordt genomen over de N410. Het geeft wel moed dat het kan veranderen. En we hopen ook eigenlijk dat er binnen 1 à 2 weken duidelijkheid over komt. Gedeputeerde Lunteren laat weten dat hij zelfs nog deze week een besluit wil nemen over de drukke provinciale weg tussen Houten en Odijk. Gaan we naar ander nieuws uit Utrecht nieuws uit de andere media. Ja, dat kan ook niet anders. Die staan vandaag allemaal in het teken van de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. De actie wordt gehouden door de NOS, RTL4 en SBS samen. En de Utrechtse nieuwslezer Herman van der Zandt die praat alles aan elkaar. Ik noemde het belpanel al met natuurlijk bekende Nederlanders die hoorden bij zo'n actie bij. En ook politici die waren hier al vroeg.
Veel BN'ers dus in beeld en geluid in Hilversum, zoals zanger en presentator Joris Linssen en Kamerlid Pia Dijkstra uit Utrecht. Er zijn dus veel optredens, maar veel mensen komen ook gewoon zelf langs om geld te doneren aan het goede doel. Er is in ieder geval nu al ruim 10 miljoen euro opgehaald, maar ondertussen zal die teller al lang verder opgelopen zijn. Heel snel oploopt. Ja. In het hele land zijn mensen bezig om op hun manier geld in te zamelen voor het goede doel. Ook de cast van de musical Jersey Boys. Willen jullie ook een beetje geven? Ja, dankjewel. Nou, dat gaat goed. Ik hoef het niet eens te vragen. Voordat de show in het Utrechtse Beatrix Theater begint, gaan de zangers en zangeressen met de pet rond. Dat doen ze zelf, ook deze week nog. En ook andere musicals van Joop van der Ende theaterproducties doen mee, zoals Hij gelooft in mij, ook veel bezocht en Sister Act. Het theaterbedrijf heeft beloofd dat het de opbrengst van de inzameling verdubbelt en het kan wel flink in de papieren lopen, denk ik. Dat denk ik wel, voor het goede doel. Zometeen meer daarover. Eerst het Zwarte Pieten-protest. Van dit weekend ook daar een Utrechtse bekende op. Namelijk Joanna, die bekend werd vanwege haar protesten tegen de monarchie. De Telegraaf noemt haar dan ook beroepsdemonstranten. Overigens liep ook dit protest op het Amsterdamse Beursplein niet helemaal vlekkeloos voor Joanna. Ze werd namelijk gestompt door een verwarde man. En dus werd hij dit keer opgepakt en niet Joanna. Het protest verliep vreedzaam. Tegenstanders van Zwarte Piet hielden toespraken en keerden hun rug naar Sinterklaas toen hij voorbij kwam. De keuze van de kijker staat vandaag ook in het teken van de actie voor Giro 555. Want ook in onze regio zetten veel mensen alles op alles om geld in te zamelen voor de slachtoffers op de Filipijnen. Ja, vanavond is er op tv een gelikte show. Een show waar vaderlandse sterren over elkaar heen buitelen voor het goede doel. Maar ook de hele kleine initiatieven zijn belangrijk. Zoals die van de kleine buurtsuper in Bildhoven. We verkopen speculaasbrokken. Het is 99 cent een pak. En de gehele opbrengst gaat naar de Giro 555 ten behoeve van de Filipijnen. In deze Bildhovense buurtsuper kunnen ze er niet omheen. Dank u wel. €5,30. Cashière Marieke zet vol overgave de speculaasbrokken in de spotlight. De opbrengst gaat naar Giro 555. En de klanten haken massaal in. Het is echt meer ja dan nee. En zodra de mensen zeggen van nou, daar word ik te dik van, storten ze in de doos. Dus hij loopt als een trein. Maar het succes bij de kassa zorgt voor stress achterin de zaak. En de volgende lading is klaar. Daar wordt de speculaas afgebakken. En de vraag kunnen ze maar amper aan. Heb je vast twee brokken voor me? Nou, ze zijn nog te warm om in te pakken. Het is niet bij te houden. Zo'n succes hadden ze niet verwacht. Nee, eerlijk gezegd niet. Dus ik hoop dat we genoeg hebben om de hele dag door te komen. Pak je erbij doen? De klanten zijn blij met de speculaas en dat hun donatie een goede bestemming krijgt. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En als ik met mijn steentje daar aan bij kan dragen, door op deze manier even een pak speculaas te halen, geen enkel probleem. Ik had hem anders denk ik ook gekocht. Het is dubbel op nu ik weet dat het ook nog een goede actie is, want anders had ik hem als ik ook gezwicht. Al heb ik helemaal geen zin in speculaasbrokken, namelijk vind ze smerig. Maar goed, voor het goede doel. Heb jij nog speculaas, want ik zit er weer helemaal doorheen. Aan Marieke zal het niet liggen. Even opschieten. Pas wanneer de speculaas echt helemaal is uitverkocht, is zij tevreden. En dat gaat wel lukken. En de geur doet natuurlijk ook een heleboel, hè? De hele winkel ruikt. Goedemorgen. Ja, dat speculaas was in de loop van de middag al uitverkocht, maar ze zijn slim bij. De supermarkt heeft alle speculaas opgekocht bij andere supermarkten, want ze wilden nog even doorgaan voor het goede doel. Eva, wat heb je vanmorgen gedaan, Billy? Geweldige actie. Ja. Nou, Sinterklaas die is hier in het land. En terwijl hij hier is, logeert hij in het huis van Sinterklaas in het Catharijnenconvent. Kinderen tot 8 jaar die mogen bij hem op bezoek. En je mag dan zelfs zijn bed zien en zijn bureau. En ze kunnen dan gelijk ook de tentoonstelling Feest bezoeken over het Sinterklaasfeest. Er is een plan voor de watertoren in de Utrechtse buurt Rotsoord. Een Utrechtse architectenbureau die heeft een prijsvraag gewonnen. En u ziet het, het wordt kantoorruimte, tentoonstelling, horeca komt erin. Met natuurlijk een prachtig uitzicht. En kapsalon Blok in Zeist, die bestaat morgen precies 40 jaar. De zaak aan de Panweg wordt nu gerund door de derde generatie. Grappig is dat de klanten ook al jaren blijven komen, ook generatie op generatie. Morgen wordt de zaak in het zonnetje gezet. Dit zijn de opties. U bent aan zet, dus hup naar de site, klik op de stemknop. Succes! Ik heb al een idee. Vorige maand werden we opnieuw teleurgesteld door de banken. Toen bleek dat zelfs de betrouwbare Rabobank met het hoofdkantoor in Utrecht sjommelde met rentes. Nou, zou je verwachten dat het zogeheten Libor-schandaal leidt tot grote verontwaardiging onder de bevolking en zeker onder de klanten. Maar een gepland protest vandaag trok maar heel weinig bekijks. 83 mensen hadden zich via Facebook aangemeld voor het protest tegen de Rabobank. Op het hoofdkantoor was dan ook met alles rekening gehouden, maar niet met slechts 5 actievoerders. De mensen die er wel zijn, krijgen niet veel tijd om actie te voeren. Initiatiefnemer Laura Heijma wordt snel naar binnen gedirigeerd. Ik ga mee. Ja? Doen we dat eerst. Goed, kom verder.
Achter gesloten deuren luistert een woordvoerder van de Rabobank naar het verhaal van Laura. Ze vindt dat de bank te weinig verantwoordelijkheid neemt voor het Libor-schandaal. Bestuursvoorzitter Piet Moerland trad dan wel terug vanwege de boete van 774 miljoen euro. Dames en heren, ik heb het besluit genomen om per vandaag vervroegd afscheid te nemen als bestuursvoorzitter. Maar dat is voor Laura niet genoeg. Ze wil dat medewerkers die de fraude hebben gepleegd vervolgd worden. Als wij als burgers bijvoorbeeld bijstandsfraude plegen of wat dan ook, dan hang je, dan word je dus ook echt genageld, zeg maar. Buiten sluit zich ondertussen nog een aantal demonstranten aan, wat het totaal op 8 brengt. Dat lijkt als David die vecht tegen Goliath. En zo is het ook. We nemen het wel op tegen iets, dat zie je al in het gebouw. Dus ja, je kan je voorstellen dat mensen daar toch ook een soort angst voor hebben. En ik vind dat als we met elkaar praten en dingen uitleggen hoe wij erover denken en hoe de ander erover denkt, dan komt er begrip. En dus wordt er vandaag vooral gepraat en weinig veranderd. Dat beseft ook Laura zich als ze weer buiten staat. Ze heeft niet het idee dat de Rabobank het nu ineens anders gaat doen. Dat gevoel dat gaven ze ons niet mee om daar hard genoeg aan te werken. Maar ze zeggen wel van hou ons scherp. En ik denk dat dat onze taak is om zoveel mogelijk te hameren op die onderwerpen die ons kan helpen. En dus zou het zomaar kunnen dat Laura en haar 7 volgelingen hier binnenkort weer staan. Laura was overigens van plan om aangifte te doen tegen de Rabobank. Maar ze wacht nu eerst af hoe er op het hoofdkantoor met deze affaire wordt omgegaan. Wordt vervolgd. We gaan naar het weer. Het is somberheid troef. Niet alleen bij de banken, ook het weer. Vanavond is het bewolkt. Blijft nog even droog, dat wel. Maar vannacht valt er hier en daar wat motregen. Het koelt af naar 5 graden. Ook morgenochtend regent het licht. In de loop van de dag wordt het dan wel droger. Maar de zon die zien we waarschijnlijk nauwelijks. Het wordt morgen hooguit 7 graden. En daarna wordt het flink kouder. S'nachts gaat het licht vriezen. En overdag wordt het niet warmer dan 1 graad of 5. En woensdag zelfs behoorlijke kans op sneeuw. Ik kan niet geloven. Ja. Ik weet ook helemaal niet waar mijn sneeuw moet zijn. Zou ze maar gaan zoeken. Ik heb nog mijn... Nou ja, goed. Zometeen dus namen en rugnummers. Onze René zit al klaar. Wie heb je zo te gast? Jan Wouters is onze gast zometeen in namen en rugnummers. Maar we hebben veel meer. Zoals Stichtse tegen Kampong in het dameshockey. UZTC deed het heel erg goed. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En die goal van IJsselmeervogels. We komen er niet omheen. We laten hem ook nog eens een keer zien. Dus kijk er zometeen. Hij is ook heel erg mooi. Zelfs ik vind hem mooi. We gaan kijken. Dit was U Vandaag. Kijk voor meer nieuws ook op onze site of op de app. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Fijne avond nog. Dag.